techtalentengevoel laat nog even op zich wachten. De lentestorm raast over Nederland en zorgt voor overlast in de regio. Rond het middaguur meldde de veiligheidsregio Utrecht dat de 98 ontvangen meldingen voornamelijk bestonden uit omgewaaide bomen en losgeraakte onderdelen van daken en gebouwen. De overlast in Woerden is tot nu toe minimaal. Waarschijnlijk omdat onlangs duizenden oude en zieke bomen door de gemeente Woerden zijn verwijderd. Het was dan ook voornamelijk het verkeer dat overlast ondervond. En dat komt door de harde wind. Het waait echt hard, krachtig tot hard. En dat is niet zo gebruikelijk in het binnenland. Daarbij zijn er flinke windstoten tot 90 km per uur. En geloof me, zoals je hier ziet, dan moet je toch behoorlijk staande houden. En dan met de auto goed uitkijken. Het is nu erg bewolkt. Daarna komen er ook een paar opklaringen. Maar er vallen ook pittige buien met kans op hagel en onweer. En de temperatuur blijft in de middag zo rond de 10 graden steken. Maar ook vanavond en vannacht is er veel wind. En ook dan vallen er pittige buien. Nog steeds oppassen dus. Morgen zitten we in de staart van depressie. Ook dan een krachtige westenwind. Ook dan flinke buien met kans op hagel en onweer. En een temperatuur, ik val bijna om, van 7 graden Celsius. Dit is Woerden.tv. Met Woerden.tv heb je altijd als eerste het nieuws uit Woerden. Mis niets. Kijk Woerden.tv.